Voorzitter, op 10 juni belde de minister van Justitie en Politie vanuit het buitenland met een zeer zorgwekkend bericht dat een vonnis uitgesproken op 9 juni klaarblijkelijk een constitutioneel vraagstuk blootlegt. Daarop volgende dag, 11 juni, belde de minister en bevestigde dat na bekomen informatie we daadwerkelijk in een crisis beland zijn. En de crisis houdt in dat uit haar rapportages blijkt dat er een verstoring is ontstaan tussen de drie machten welke de pijlers zijn van de democratie en de rechtsstaat, namelijk een verstoring binnen de verhouding van de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Maar denk je wel dat er maatregelen in het liggen om de crisis toch wel het hoofd te kunnen bieden? Dus je zegt consequent crisis, hè? Ik zie ook dat de president ook over een crisis praat. Maar in feite is het een vraagstuk wat ik aan de orde heb gesteld van please look at this. En die moment dat de staatshoofd, voorzitter, zo'n schrijven kreeg, was het mijn taak om onmiddellijk de relevante maatschappelijke groeperingen in de gemeenschap te informeren. Nogmaals, het ging om informeren over het geconstateerde van de minister van Justitie en Politie van de Republiek Suriname. Nee. Er wordt gezegd, die gesprekken worden gevoerd op basis van de brief die u heeft geschreven. Nee, dat is ook niet waar. Die brief die ik heb geschreven, heeft te maken met een stukje bezorgdheid dat ik geuit heb. En op grond daarvan heeft de president gemeend, op zijn geëigende manier, zaken bespreekbaar te maken. En ik sta buiten die bespreking. Ik heb daarbij gezegd dat wij vanuit onze politieke verantwoordelijkheid er alles aan zouden moeten doen om dit vraagstuk binnen recht en wet op te lossen. Want duw me maar, mevrouw de voorzitter, dat er een stuk rechtszekerheid, onzekerheid gaat ontstaan, gaat het tot gevolg hebben dat uit de rechtsonzekerheid een stukje veiligheid om de hoek komt kijken. En als de veiligheid, staatsveiligheid, om de hoek komt kijken, betekent het dat we niet ver zijn van een chaos. En dat moeten we het land besparen. Wij gaan er alles aan doen als regering. Dat er geen chaos komt. Wij gaan er alles aan doen dat binnen wet en regelgeving wij dit vraagstuk oplossen. Denk je dat de staatsveiligheid in gevaar is? Als het zo is, en dat moet het vonnis op nu pas lezen, als het zo is, dan kan het staatsveiligheid in gevaar zijn, ja. En op basis van mijn positie als minister, onder wie een deel van de staatsveiligheid valt. Als we luisteren naar leden van de oppositie die zeggen er is geen constitutioneel vraagstuk of crisis, het gaat om een persoonlijke crisis of vraagstuk. Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat u mij kent als zo op het vlak. Het was gistermiddag dat het vonnis, tussenvonnis, eindelijk de minister van Justitie bereikt heeft. En zoals wat daar door ons en deskundigen gelezen is, mevrouw de voorzitter, is het erger als wij hadden gedacht. Wat zegt u dat de uitspraak van de krijgsraad iemand of iets in gevaar is gebracht nu? Nee. Aan de hand van uw voorbeeld? Ik ga bij mij niet eens in de uitspraak. Waar gaat het dan om?
Er zijn een aantal dingen die gespeeld hebben. Een aantal dingen, een aantal gebeurtenissen over maanden. En op een gegeven moment hoorde ik iets van prima. Ik wil u deze informatie geven en uw geacht college. Helaas kan ik niet nader ingaan omdat gistermiddag de gewraakte brief binnengekomen is en wij nog niet concreet van de minister van Justitie en Politie de staving op papier hebben dat de evenwicht tussen de drie machten, de drie pijlers waarop de democratie rust, danig verstoord is en de rechtsstaat in gevaar is. Er wordt nu afgesproken over een noodtoestand. Oh, daar weet ik niets van. En ik ben deel van de Veiligheidsraad zoals de grondwet het zegt. En ik kan u zeggen dat de Veiligheidsraad helemaal niet bijeen is gekomen. Dus er kan niet sprake zijn van noodtoestand. Over die noodtoestand moet ook hier komen. Dus fantasie. Rijk der fabelen. Rustig zijn. Absoluut. Rijk der fabelen. Rijk der fabelen. Ja.